Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Vandaag zit ik met de jongens van Gewoon Zaken Doen en zij hebben besloten om een digital art, craft en business market te organiseren. En dus ze gaan me er vandaag alles over vertellen. What is a Q -time. Hi Nifar, hi Aram. Hoe gaat yes, het met hello. jullie? Goed, yes, Het gaat goed hoor, uh, met jou. Met mij gaat het goed. Yes. <laughs> jullie zijn van gewoon zaken doen. Gezond zaken doen. Oh, gezond zaken ja. doen. En op jullie shirt staat er ook B-Iconic. Dus misschien yes. kunnen jullie me even vertellen wie, wie jullie zijn en wat jullie doen. Yes. We zijn eigenlijk B-Iconic. En dat mm -hmm. is de uh, groep die zeg maar. Um, het orga, de organisatie vaststelt en de, het evenement tot leven gaat brengen. Mm. En gezond zaken doen, die is eigenlijk bezig met de administratie, mensen bijeenbrengen en alle bedrijven die dan meedoen, of ondernemers en creatievelingen die meedoen, bij elkaar brengt. All right. yes. Adam? Ja, zeg maar, bijvoorbeeld of Be-Iconic. Be-Iconic heeft dus meer te maken met de organisatie zelf, die achter alle evenementen staat. En natuurlijk ook, betekent dat ook dat binnen de organisatie ieder zijn eigen taak heeft om ervoor te zorgen dat we samen, als het ware, alle evenementen waarmee we dus bezig gaan zijn en we gaan organiseren, dat ze allemaal, zeg maar, gewoon een geweldig succes zullen worden. En dat is echt, zeg maar, het belangrijke. ...achter een be iconic. Okay, yes. Nee, want alleen zo so wordt het iconic, hè? Als alles... Uh, Uniek is. Yeah, ja, sowieso. precies. Oké. Okay, uh, een paar dagen geleden scrollde ik op Facebook... ...en ik zag een bright green flyer... ...en dat is even een man dat komt... ...en everything. Een digital... ...art... ...craft... ...en business market. Ik heb het geoefend. Ik heb het de één sinds aan de foto gezegd. <laughs> nice, But, nice. Thank you. <laughs> <Yeah>. <laughs> Wat gaat er gebeuren? Want als ik denk aan digital, dan denk ik van oh my god, we gaan met die soort VR, je weet het zo, yeah, RV, VR. God, nee, nog niet, helaas nog niet. Maar we willen wel in de richting gaan dat we, want dit is ons eerste evenement. Mm -hmm. Dus um, als het zo ver is, gaan we wel sowieso een beetje meer digitaliseren. Wat screens, wat beamers, mm -hmm. dat soort dingen. Mm -hmm. Sowieso willen we in die richting gaan. Maar met digital bedoelen we dus meer dat mensen die in de digitale richting, met multimedia, met paintings in de digital, digital world, zeg maar, mm -hmm. op digitale vorm of in digitale vorm. Um, dat we eigenlijk met hun samenwerken en dat hun hun product of hun dienst daar komen representeren. Oké, okay, so it's a whole lot all yes, in one. Zeker weten. S dus jullie hebben een evenement, want straks ga ik vragen wanneer. Maar wat gaat er allemaal precies gebeuren? Want oké, okay, jullie hebben gescout, jullie hebben de, de, de digitale creatieve linge, yes, dus gekozen en die hebben gezegd van hey, luister dan. Wij gaan een evenement organiseren en wij vinden dat jullie daar moeten zijn, want mensen moeten, moeten jullie werk zien, want jullie verdienen ook gewoon een dagje dat er extra aandacht op jullie wordt gelegd. Klopt. So. Nou, het is allemaal begonnen met de idee. En we dachten eraan dat um, er bijna niet veel. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die heel wat dingen organiseren, maar er wordt niet te veel gedaan. Dus we willen graag in de richting van Digital Art, Craft en Business Market willen we echt iets doen. Dus hebben we besloten om dan. Samen met een, een groepje, um, een team te vormen en natuurlijk um, een, een, een leuke festival van te maken waarbij we dus ook met gamers, ook met eigenlijk meer mensen die ook in de niet alleen in de creatieve wereld, sorry, ook meer in uh, de richting van ja, gaming en code coderen. Maar het is ook of best diensten. wel een... een, een... Een vorm van creatieve expressie. Want als ja, je zo kan drukken, et cetera. Mm -hmm. Ze doen ook filming ermee. Ze, ze recorden hun spelletjes. Mm -hmm. Dus het is ook, uiteindelijk komt het neer op editing weer. Mm het -hmm. digitale digital ding. Dus dat is zo'n beetje. Maar het gaat meer om dat voor de jonge ondernemers. Voor de creatievelingen en voor de sporters. Uh, er, het, is niet, het is niet dat we niks te doen hebben in Suriname daarvoor. Maar de waardering kan wat hoger zijn. Mm -hmm. Dus daarvoor willen we eigenlijk gaan. Dat we meer waardering krijgen. Dat we eigenlijk gezien worden mm. dat men ons eigenlijk uh, herkent en niet alleen onze, onze organisatie letterlijk de mensen die mee gaan doen bij zoiets en iedereen is welkom die dan in deze richtingen bezig zal zijn of is dus ja dat is het zo een beetje. Ja, maar we willen echt meer waardering. Ik wil niet mee Aram ook vragen toch? Want anders ga je maar vragen. Zeker weten. Ja. Ja. Zeker wie. Okay. Yes. Aram heeft me al gezegd wie dus allemaal gaat komen en wat de achterliggende gedachte gaat zijn, right? Ja. ja. Uh, het gaat niet super digitaal zijn, weet je. Maar het is aanzet tot, want die mensen zijn er. Maar hoe. Gaat uh, de avond, want ik neem aan dat het in de avond zal zijn, wat moet ik me daarbij voorstellen? Iemand kijkt nu en denkt: van, Oh my god, ik ben ook een gamer. Of ik ben ook een. Ik heb ook een. een wie weet die mensen met die pen zo? Daar doen ze het op een tablet. Yeah, maar daar ben ik ook een digitale. Designer. Designer. Kunstenaar. Yeah, kunstenaar. Exactly. Yeah, wat yeah. zit er voor die mensen in? Nee, sowieso. Um, het is een tweedaags evenement. Mm. Dus dat wil zeggen dat je 31 mei en 1 juni gaat hebben, waarop het evenement plaats zal vinden. En de bedoeling is zeg maar dat wij als het ware allerlei interactieve spelletjes gaan hebben. We gaan quizzes hebben. Maar behalve dat dus, net als wat je ook zei, gamers, hebben we ook een speciale evenement voor. Waar hun ook als het ware uh, hun talenten kunnen zeg maar, promoten en kunnen uitbrengen. Maar verder gaat het ook nog zeg maar om de jonge ondernemers. Omdat te zien, vooral in Suriname, ik, misschien dat het in het buitenland wat anders is, maar in Suriname... Is het eigenlijk voor de kleine ondernemer, de startende ondernemer, heel erg moeilijk om echt te floreren? Om zeg maar hun, uh, hun producten en hun diensten zeg maar aan te bieden en ook natuurlijk te advertisen, als het ware. Mm. Dus wat we doen is, voor hun specifiek, zijn we echt dus zeg maar bezig met het evenement. En natuurlijk, je gaat ook een bepaald punt hebben waar het gaat zijn dat het misschien nog groter gaat zijn dan alleen kleine ondernemers en startende ondernemers. Maar de bedoeling van dit evenement, waar wij nu mee bezig zijn, is dat wij die startende en die kleine ondernemers en die jonge ondernemers de kans geven om hun producten en diensten te adverteren op het festival zelf. Dus zeg maar, of het nou den, um, 31 mei is, of dat het 1 juni is, maakt helemaal niet uit. Maar voor hun doen we het specifiek, zodat we ook vanuit het buitenland, zeg maar, ook het publiek daar kunnen aantrekken. En dat ze gaan zeggen van, hé, hey, ik wist nooit dat bijvoorbeeld... Um, dit product verkocht wordt, of ik wist nooit dat ze deze dienst kunnen leveren. En dat als het ware helpt allemaal mee om het evenement in het geheel een succes te maken. En dat is eigenlijk waar we echt ons echt op richten met het evenement. Oké, okay, nou, het klinkt allemaal super spannend, want ik zie eigenlijk twee, ik wil bijna zeggen super jong, want ik voel dat ik al een beetje op leeftijd begin te komen. Okay. Nee, maar <laughs> oké, okay, jokken jullie niet voor me, jokken gaat, jullie gaat, niet, gaat, voor gaat, niet voor gaat, me. Niet, nee, nee, <laughs> nee, nee. <laughs> <laughs> maar twee super jonge, uh, ik moet ervan uitgaan, Surinaamse. ...jongens die denken van hé, hey, we gaan gewoon iets doen. Want als ik goed heb geluisterd, zijn jullie beide gamers? Nee. Niet nee? Echt, nee, nee. nee, op zich wel geweest. Ja, ja sowieso. We, 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 geweest. Geweest. Ja, we hebben wel samen samengespeeld, ja. Ja. toch? Dat, dat, dat wel. wel. Dat dat wel. wel. Oude dagen. Oké. Het evenement is op 31 mei en 1 juni. Yes. Waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden in de hal. Dan is zeg maar aan de grote kombi weg. Yes, nummer 45. Klopt. Yes. En hoe laat begint het? Om vijf uur. Uh, mensen moeten vroeg zijn. Dus je kan liever zeggen om vier uur. Mm -hmm. Want Surinamers zijn meestal een beetje laat. No? Mm -hmm. <laughs> dus laten <zeggen> we zeggen <laughs> vanaf vier uur. Vanaf vier uur. <laughs> en uh, ja, vanaf vier uur zijn de deuren al open om het zo te noemen. Tot en met elf uur s'avonds. Yes, mm -hmm. en het gaat mooi belicht zijn. Dus uh, don't worry. Jullie <laughs> hebben aan alles gedacht. Yes. Maar... Uh, de belangrijkste vraag is, is het gratis? Entree gewoon... is gratis. Nee. Zolang je netjes aan hebt, mag je naar binnen. <laughs> oh, maar wat is netjes? Mag ik naar binnen um, zo? Of wel, moet ik langer maar? Met netjes bedoel ik dat men ook niet uh, Het is geen... Uh, men gaat ook niet te kort dragen of wat, nee, of, wat dan, hoort, dan ook. Nee, ik, want ik lees market, maar ik hoor festival en ik hoor games precies, en ik hoor quizzes. Precies, Dus, dus wat dat? Omdat er ook um, mensen gaan zijn die bijvoorbeeld activiteiten representeren. Dus je moet een beetje in een een sfeer dragen waar je eigenlijk flexibel kan bewegen. Want als ik zeg doe mee aan een blinddoekspel of doe mee aan een een, een sokkerspelletje of wat of een basketbal gooien of wat dan ook, moet je niet tekort aan hebben of wat als dame of als heer bijvoorbeeld. Oh als, als heer, heer, niet, heer mag je ook niet kort dragen. Niet, dus bij heer. Nee, nee maar, maar want niet. dat is uh, kort. Want dit bij is kort. Ik zie je bood. Bij heer is het wat <laughs> anders. Hè? Is het wat anders? Maar ik bedoel, bij dames bijvoorbeeld, gewoon oh, representatief om het zo te noemen. Hmm. Dus het gaat niet specifieker om tekort of wat, maar het gaat om representatief. Ja. En, en ja, dat je flexibel tegelijkertijd kan dragen. Oké, nemen die heren al? Geen grey, sweatpants, al dat soort dingen Dus jullie zeggen gewaarschuwd. En sowieso om aan te vullen op wat Niva zei. Sowieso, weet je. Je wilt echt gewoon interactief bezig zijn. Dus mm -hmm. dat wil zeggen. Ga jezelf niet hinderen met wat je gaat dragen. Weet je. Dat is ja. echt het belangrijkste. Ook voor bijvoorbeeld je voeten. Het liefst zou ik voor de dames zeggen. Vermijd misschien hakken. Want je weet nooit. Je weet toch. Als je echt gewoon een heel interactief spel moet doen. waar je echt je hele lichaam mee moet gebruiken. dan kan je misschien. een... Een mooie slipper dragen of misschien een, een mooie schoen. Een spinstappersoon. Ja, juist, ja. 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 juist. Weet je, dat kan ja. ook, snap je? Ja. Dus maak het gewoon makkelijk voor jezelf en enjoy. En sowieso voor wat betreft um, de entree is gratis, maar je gaat ook zien dat voor alle ondernemers die willen meedoen, de prijzen zijn echt rendabel. Yes. Geloof Dus je moet zeker wat geld op zak hebben en sommige mensen accepteren ook um, Pinpas-dingetjes overmaking, Bank bankovermaking. Dus ja, um, yeah, maar de bedoeling is wel dat iedereen een sale gaat hebben. Dus iedere persoon die op de markt is, heeft een special... Ja, sowieso een special product of yes. dienst die Sorry. hij of zij zal leveren. En het gaat niet zo zijn dat we alleen zeggen van oh, we gaan alleen maar mensen de kans geven die bijvoorbeeld een bepaald dienst leveren. Mm -hmm. Of oké, okay, hij doet alleen aan het verkopen van... Uh, Sportequipment equipment bijvoorbeeld. We gaan alleen dat soort mensen doen. Nee, we geven iedereen, iedereen, de, aan, iedereen de kans. Yes. Iedereen. En daarom willen we ook zeg maar, verschillende ondernemers hebben. Uit verschillende sectoren met verschillende producten en verschillende diensten. Oké, okay, ik hoor nu twee dingen. Want eigenlijk moeten we al afsluiten. Maar jullie brengen al juist het belangrijkste nu naar boven. Ja. Als ik goed luister, is er nog ruimte dat mensen zich aansluiten. Yes. Zeker weten. Oké, okay. jullie hebben een Facebookpagina. Uh, jawel, be Iconic Suriname en gezond zaken doen. Oké, okay. en daar kunnen mensen alsnog, als ze kijken, denk ik wel meedoen. Ja, sowieso. Ja. Bij deze um, roepen we eigenlijk uit naar de uh, sponsoren of de investeerders die het evenement misschien interessant zullen vinden. En dat we eigenlijk een samenwerking kunnen krijgen in ruil voor een gouden pakket van ons. Yes. Nou, spannend hoor. Um, ik hoop dat ze dat zeker weten te doen. Maar niet vaar. En Aram van B-Iconic tegelijkertijd ook gezond samen doen, om zaken doen. Correctie, correctie. Yes, Ik vond het yeah. bijzonder fijn dat jullie er waren. Ik vind Thank het you. superleuk dat die jonge, jongens jonge Surinamers gewoon bezig zijn yes, en yeah. denken aan anderen, zodat ze samen op hogere hoogte komen. En heel veel succes met jullie evenement. Yes, die, hartelijk dank. <laughs> hartelijk dank. bedankt gedaan. dat je ons hebt uitgenodigd. Geen yeah, ja, dank, yes. geen dank. Yes. yes, yes. <laughs> En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag horen Nivar en Aram van BI Conic bij ons in de studio. En op 31 mei en 1 juni organiseren zij de Digital Art en business market. Als jij van digitale kunst houdt en alles wat daar omheen gebeurt, of dat jij gewoon in, uh, zin hebt om alle jonge ondernemers te ondersteunen en te zien wat zij te bieden hebben, dan is dit evenement helemaal voor jou. Het is niet alleen gaan kijken, het is gewoon een super interactief even evenement met games, quizzes. Als je een echte gamer bent, hebben ze ook gewoon een hele game setup voor jullie daar gezet. So if this is something you're interested in, dan is dit evenement helemaal voor jou. Ze hebben een Facebook pagina genaamd Be Iconic. Daar staat alle info de toegang is helemaal gratis. Het wacht is gewoon op jou. Dus wat je moet doen is inderdaad mee en in juni gewoon gaan naar de hal aan de grote combiweg nummer 45. So uh, see you there and remember your time plus my time is q time. <middels> This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.